3, 2, 1. 3, 2, 1. Yay! Ik ben alleen maar kijken met Lois, vind ik lachen. Daarom deze. Ik zag die ook! Ik zag die ook! Ik zal dit abonneren. Nou! Oké. Okay. Maar. En we gaan. Ik zeg al niks. Hoi jongens, ik ben vandaag met Ilse Kramer. En we zijn in de winkel Incognito. En dat is een verkleedwinkel. Dus we gaan vandaag verschillende outfits aanpassen. En uitkiezen voor elkaar. En wat kunnen we verwachten? Dingen zoals. En dingen zoals dit. Of als einde dit. Of dit. Ziet er niet uit. Oké, jongens, nu jullie een beetje een beeld hebben van wat we gaan doen, gaan we met de eerste outfit beginnen. Jullie zien het ondertussen op de vlogbeelden, want we gaan allebei apart vloggen en dan zien jullie van allebei wat we gaan doen en blablabla en dan toppie. Let's go. She must not follow me. Oké, ik ga sowieso nog een keer vallen in deze outfit. Oké, guys, ik ga even wat zoeken. Ik weet nog niet precies wat ik wil hebben. Dit is echt heel moeilijk. Ik denk, ik wil iets met een jurk voor gaan doen als eerste. En niet een gala jurk of zo, maar wel echt een boerse outfit of zo. Of zo'n outfit. Zoiets. Ik zit echt aan iets heel fouts te denken. En dat hangt hier. Zoals deze punk. Dit topje bijvoorbeeld. Dat ik dat doe. Punk, punk. Ja, I know. Dit zou ik zelf aan willen. Dit is zo zwaar. Zal ik een rokje doen of een foute legging? I don't know. Ik denk dat ik dit ga doen. Maar ik wil niet dat ze het al ziet. Ik moet eigenlijk ook wel iets erbij bedenken. Oh, ja, dit gaan we doen. Oké, jongens, we hebben de eerste outfit. En we beginnen met Ilse die gaat passen. En we gaan het revealen. En 3, 2, 1. Oh, damn. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Ik ben echt een sucker voor dit soort jurken namelijk. Oh, er zit ook een hoed bij. Ja! What the fuck? Oké, we hebben dus ook nog een outfit gekozen voor Lois. En hij hangt hier, dus ik ga hem nu laten zien. 3, 2, 1. Oh my god. Het is heel kinky. Het is fucking kort. Kijk, het is een rokje en het is een bloesje. Oh, ik dacht eerst dat het een jurkje was. Nee. Dat is wel heel heftig. Succes ermee. Oké, 3. Nee, ja. Bijna. 3, 2, 1. Oké. Ah. I'm so shook. Oh, bij jou zit het gewoon nog best prima. Net zo'n nachtje. Dit is heel zwaar. Hier. Oh my god. Oh my god. Ik voel me echt uit zo'n middeleeuwen. Maar het is gewoon om mijn heupen heel zwaar. Hierboven tot aan mijn heup is het zo zwaar. Maar laat het staan als je dit altijd moet dragen. Nou, tada. Ik vind het best wel staan. Ik vind het ook leuk. Alleen deze is een beetje. Ja, maar ik vind het best wel chill. Ik vind het ook leuk. Gaan we door naar ronde 2. So excited. Oké, we gaan dus verder in de outfits die net zijn gekozen. Oké, ronde 2 is gale jurken hebben besproken. Dus ik ga even kijken waar de gale jurken zijn. Een mooie, elegante jurk. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat ze voor mij gaat kiezen. We gaan even zoeken. Oh nee, alle gale jurken zitten boven. Ik weet niet of we dat mogen gebruiken. Ik weet ook niet waarom ze daarin gaat. Hé, ja, ik wou net zeggen. You stupid! Ik vind dit zo tof. Ik ga een jurk kiezen die normaal niet zo snel aan zou doen. Oeh. Damn. Als ik gala nog heb binnenkort, dan ga ik hier echt heen weghalen. Het is hier dus echt super heet. En ik weet dus niet zo goed. Ik wil wel een lange doen, denk ik. Een lange jurk. Mooi beeld dit. Love it, I know. Mijn arm. Ik zie er eentje tussen. Heel mooi. Oeh. Ik vind het zo moeilijk. Ik vind deze ook heel moeilijk. Ik heb wel die witte verstopt van haar. Dus ik denk dat dat er waarschijnlijk van wordt. Oké, I'm going. Ja, oké. I'm not looking, I'm not looking. Oké, ik ga met deze ervan door. Ja, is cool. Oké, ik ga wel naar beneden. Waarschijnlijk is deze te groot qua boek. Misschien niet. Voor mij zou dit echt te groot zijn. Alleen deze vind ik best wel tof. Kijk, ik heb deze met dit kleurtje. En deze is wel echt goed voor haar, denk ik. We zijn nu dus weer hier terug en we hebben een jurk uitgekozen. En deze heb ik gekozen voor Lois. Oeh! Oeh. Oh my god, dit is echt... Amerika prom gehalte. Hij is echt lang en heeft een rug die open is. Mooie kleur ook. Oké, jongens, ik heb ook een jurk voor Ilse gekozen. En ik ben heel benieuwd of die past. Ik vond die maten echt wel lastig, maar hij is heel mooi. Oké, dat merk ik vanzelf. 2, 1. Oeh. Hij is ik ben mooi, bang hè? Dat de bovenkant weer los gaat zitten. Het is zo wel bang de kleinste, maar het is een S. Oh, dat moet wel lukken, denk ik. Oh, hij is ook mooi lang.
Okay, ik dacht ik doe Ilse eventjes een beetje de trouwerij wedding vibe geven. Oké, top. Are you ready? Ja. 3, 2, 1. Ik vind de kleur wel heel mooi. Oh ja, ik moet zeggen jongens, ik zat hier te zeiken dat dit misschien niet dicht wou, maar... Ik heb hier gewoon zeg maar... Het zit al te strak. Ja, maar je hebt toch dit ook helemaal niet dicht zitten? Ja, maar ik weet niet zo goed hoe ik hem goed dicht moet doen. Kijk, want dan... Oh, dat helpt al een beetje. Ja, toch? Okay. Je zit toch met z'n tweeën? Maar jongens, dit is de jurk geworden. Die we hebben gekozen voor Gala. Prom 2018. Ik weet niet, ik vind het ook wel lachen om zulke andere jurken, weet je wel? Thuis om? Ja, maar je hebt echt gewoon... Hij is mooi. Nee. Ja, vind je hem niet mooi? Hij is mooi, dat wel. Maar ik bedoel, dat hij net niet dicht wil. Dat is dit laatste van, Ja, oké, maar jij die van mij? Oeh, ik struikel bijna. Oké, sorry jongens. Maar Lois, ik vind hem echt leuk staan. De lengte is ook heel goed bij jou. I love it. Het is zo jammer dat we ook in Nederland niet echt met prom doen. Ja. Oké, guys, we gaan weer een andere outfit doen. En je moet even opletten, ik heb de jurk hier nog wel onder. Maar hij zakt gewoon een beetje af. Maar ik ga gewoon even iets heel fout zoeken. Ik dacht aan fout. Maar ik weet even nog niet zo goed hoe fout. Ik ga denk gewoon ook iets jongens achter zoeken. Dat ga ik doen. Dat is iets wat ik ga doen. Silver. Oké. Dat is ook wel cool. Oh my goddies. Dit is misschien wel goed. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het al. Dit is ook vet leuk. Dit is gewoon echt het ding wat ze moet gaan dragen. Jongens, de volgende outfit en... Oeh, die vind ik wel echt nice. Ilse wordt piraat. Maar blauw vind ik sowieso leuk. Let's go jongens, en weer een hoed. Ik krijg elke keer een hoed. Ja, ik krijg elke keer een hoed. Nu ga ik die van mij laten zien. En dit wordt best wel heavy, kan ik je vertellen. Ja? 3, 2, 1. Oh nee, maar het erge is nog ook dit ding. Ja. Dit ding is het allerergste. Kijk, ik zit gewoon een broek ook bij. Oh my god. Nou, dat wordt wat. Thanks, Ilse. Thanks. Ik moest ook zo'n pak bij Girl Talk een keer aan. Ja, met mij. Ja, dat oh my god, low. Inderdaad met jou. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Kut, nou, denk ik, yes! 2, 1. Dat is wel vet leuk. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt in verhouding. Kijk maar. Maar inderdaad, maar als je hem zo doet. Oh, hè? Ja, mijn boobies. Maar kijk dan hoe het Ik vind hem leuk staan. Dit is toch een vet leuk outfit om naar carnaval aan te doen of zo. Ik zou dit best wel aandoen. Dat jullie dit aandoen. Ja, ik zou dat echt aandoen. Oh, je hebt er ook dikke kont in, jongen. We doen nog een bonus outfit. Bye. Ik ga even kijken wat ik ga halen voor haar. Ik ben aan te denken om ook zo'n gewoon extreem fout pak aan te doen. Maar ze had net alweer iets extreem fout, dus op zich. Ja, ik vind die jurken gewoon heel leuk. Stoffig, nee, grapje. Dus misschien doe ik nu wel weer iets van een jurk. Just because I can. Oh nee, ik hoor er. Oh nee, oh shoot. Oh my god, Elvis. Dat is ook leuk. Ik vind deze heel leuk. Gewoon voor haar nu een soort van piraten outfitje. Oh, wacht. Oh, wacht eens even. Oké, okay, ik heb een hele leuke outfit voor Ilse. 3, 2, 1. Oh mijn god. Oh, beetje alleen aan Ja, weet je dat, dat hele fight? Ik kijk dat ook al. Nee. Ja. Is dat daaronder? Ja. Oh mijn god. Oh nee, heftig. Dit wordt wel lachen. Ik heb best wel weer een soort van kinky outfit gekozen. Oh nee. Ik ben alleen maar kinky met Lois, vind ik lachen. Dus daarom deze. Ik zag die ook. Ik zag die ook. Ik dacht, ik kon het niet laten hangen. Ik had een andere gewoon weggehangen voor deze. Kijk, het is gewoon echt... Oh my god. Ik kon hem niet laten hangen. Ja, ik vond hem gewoon... Iemand moest hem aan hebben. Ik zag die ook en ik dacht ook, dit ga ik voor Ilse doen. Maar ik heb het niet gedaan, dus nu ben ik zelf een lul. 3, 2, 1. Niet? 3, 2, 1. You cheater. Ja, hallo, dit ding wil toch niet zitten? Prijs om... Ik voel me een beetje Zendaya van The Greatest Showman. Okay, guys, ik kom zo even snel in beeld. Kijk, het zit zo. Ondanks het feit dat hij bij je boobs niet zo goed zit, is hij wel leuk. En ik vind deze ook Die vind ik vind hem wel echt lachen. Mr. Darcy. Oké,
Oké, jongens, dit was de video. Wij hopen dat jullie dit een hele leuke video vonden. We hebben ook nog een leuke video op het kanaal van Ilse. We gaan een beetje dansen en een beetje zingen en alles in verschillende outfits. Dus... en in nog meer outfits, dus... check jullie... it out. Ja, precies. Als jullie die willen zien, dan moet je zeker even doorklikken. Vergeet nu niet te abonneren op Loisa kanaal. Zeker doen hier beneden, ook een duimpje omhoog te doen. Laat je favoriete outfit achter van deze video, dat jij leuk vond. En dan zien we jullie sneller. Ja, als het goed.